Goedendag, mijn naam is dokter Aart en ik heb een volledige graaf. Als je geen graaf hebt met een knopen en een zijde, je hebt N knopen, dan een volledige graaf, Kn, is aan elke knoop verbonden met elk andere knoop. We gaan bijvoorbeeld eerst doen N gelijk aan 2. Je hebt twee knopen, dan dit is een volledige graaf, dit wordt genoemd K2. K3, N is 3, krijg je K3, niet de meidengroep, maar K3, heb je 3 knopen, we verbinden die elk met andere kanten, heb je K3. Nu, als je N4 hebt bijvoorbeeld, teken je 4 knopen in een vierkant. Dan verbind je die met allemaal met elkaar, maar ook tegen de diagonalen heb je deze. Bij n is 5, dit is k4. Bij n is 5 teken je 5 punten bijvoorbeeld op deze manier. Je 5 knopen, verbind je allemaal eerst de buitenkant. En dan verbind je allemaal nog die met elkaar, die met elkaar. Die hebben alles verbonden. Nu, wat is het aantal knopen? Dit is k5. Wat is nu het aantal knopen hier? Hier is het aantal knopen is 1. Hier is het aantal knopen is 3. Hier is het aantal knopen is, zijden is 1, 2, 3, 4, 5. 6, hier aan de knopen is 10. Ja, nu, deze waarden, ja, als n het aantal knopen is, wat dan het aantal zijden? Wel, dan is dat in de combinatieleer n over 2, of als je het niet weet, is dat een half n maal n min 1. Half n maal n min 1. Voor het laatste voorbeeld, k5, n is 5, dat is een half, maal 5 maal 4, is een half van 20 is 10. Als je bijvoorbeeld een volledige graaf hebt met 8 knopen, dus k8, dan heb je een half maal 8 maal 7, dus n maal n min 1 is een half maal 8 maal 7, is 4 maal 7, is 28 zijden. Dus als je 8 knopen hebt in een volledige graaf, ja, zullen het aantal zijden gelijk zijn aan 28 zijden in een volledige graaf. Dank u wel, bye bye. Goedendag, ik maak met veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam Aartswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.